Als we het hebben over de geschiedenis van Oost- en West-Duitsland, dan hebben we het dus ook over de geschiedenis van de Koude Oorlog. En dan moeten we dus ook regelmatig kijken naar de twee grootmachten in die tijd, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En in deze video gaan we kijken naar de Sovjet-Unie. Met de hervormingen van Gorbachev, dat is de laatste leider van de Sovjet-Unie. Maar voordat we bij hem stilstaan, gaan we naar zijn voorganger en dat is Leonid Brezhnev. En ja, die zien we hier: die herken je aan die hele grote borstelwenkbrauwen. En Brezhnev die, uh, is onder andere de geschiedenis ingegaan vanwege zijn Brezhnev-doctrine. Ja, en die Brezhnev-doctrine houdt in dat als het socialisme ergens bedreigd wordt in een land in het Oostblok, in een land van het Warschau-pact, dan hebben de andere socialistische landen de plicht om dat, hulp te, dat land te hulp te komen. En dat socialisme kan eigenlijk op twee manieren bedreigd worden. Dat staat er ook in die brezhnev doctrine Het kan een interne opstand zijn door uh, de burgerbevolking bijvoorbeeld. En dat was wat er bijvoorbeeld in 1953 ook al uh, gebeurd was in de DDR, zoals we al eerder hebben gezien. Ja, toen was die brezhnev doctrine er nog niet, maar ja, die gaf dus eigenlijk ook al aan van uh, oké, okay, dan moeten de andere socialistische landen van het Warschaupact. Uh, dus de regering te hulp komen om die opstand neer te slaan. En natuurlijk kan het ook een externe bedreiging zijn van het communisme, een bedreiging vanuit het Westen, door de NAVO bijvoorbeeld. Nou, ook dan zegt de Brezhnev-doctrine moeten alle landen van het Warschau-pact meehelpen om het socialisme te beschermen. Nou, die Brezhnev-doctrine geeft dus heel duidelijk het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie aan in de jaren 70 en de jaren 80. Maar wat we ook zien in de jaren 70 en 80, en dan komen we uiteindelijk bij Gorbachev ook terecht, is dat de Sovjet-Unie steeds verder achterop raakt bij het Westen. En uh, dat heeft een aantal oorzaken, en dit zijn de twee uh, belangrijkste daarvan. Ten eerste die planeconomie, uh, ja, die mislukt eigenlijk gewoon in de Sovjet-Unie en ook in andere landen van het Oostblok. En dat zorgt voor uh, tekorten, voedseltekorten, het zorgt voor uh, bepaalde uh, goederen die er niet genoeg zijn. En ook op technologisch gebied raakt de Sovjet-Unie steeds verder op achterstand. Nou, en daarnaast zien we ook dat die wapenwedloop, die kernwapenwedloop, waar het in een vorige video ook al over gegaan is, ja, dat die kosten voor de Sovjet-Unie gewoon echt te hoog worden. Eigenlijk komt er gewoon op neer dat de Sovjet-Unie deze manier van koude oorlog voeren gewoon niet langer vol kan houden. Hè. De, de, de kosten ervoor zijn gewoon te hoog. En er komt dus te weinig geld binnen vanwege het mislukken van die planeconomie. Ja, en dan besluit dus de opvolger van die Brezhnev, en dat is Gorbachev, die we hier zien te herkennen aan de wijnvlek op zijn voorhoofd, dus dat het anders moet. Het communisme moet hervormd worden, want hij ziet dus dat het niet langer houdbaar is. En wat houden die hervormingen in? Uh, in het binnenland betekent dat dat hij uh, onder andere glasnost door gaat voeren, openheid. Hè, dat er, er moet meer vrijheid van meningsuiting komen, meer persvrijheid moet er ook komen. Dus uh, de media wordt niet langer gecensureerd. Er mag dus bijvoorbeeld ook openlijker geschreven worden dat het niet zo goed gaat met de Sovjet-Unie. En er mag bijvoorbeeld ook kritiek op de regering geleverd gaan worden. En het tweede wat Gorbachev doorvoert, is perestroika, hervorming van uh, de planeconomie. Want die werkte dus niet meer. Dus die planeconomie die moet langzaam rand opengesteld worden. Er moet meer een vrije markteconomie worden, waarbij mensen dus ook in staat worden gesteld om hun eigen bedrijfjes op te richten en, en voor zichzelf te werken. Om die hervormingen te laten slagen heeft Gorbachev wel de medewerking van het Westen nodig. En ja, die staan er ook zeker wel voor open, want ja, die zien dus dat het, het, het communisme misschien wel ten onder gaat in de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie gaat door deze hervormingen steeds meer lijken op wat ze in het Westen ook graag zien. Dus ja, die werken daar ook graag aan mee, maar dat betekent dus ook dat Gorbachev zegt dat de Brezhnev-doctrine moet worden losgelaten. Ja, het gevolg daarvan is dus dat landen in het Oostblok toestemming krijgen voor de invoering van een democratie met meerdere politieke partijen. Een parlementaire democratie dus. Ja, en dat zie je in Polen en in Hongarije bijvoorbeeld al heel snel gebeuren. Maar in de DDR is de Communistische Partij er helemaal niet van gediend. Die SED die die keert zich ook af van die liberale koers. Want zij zijn eigenlijk vooral bang dat ze, als ze liberaler gaan worden, dat dat het einde van het communisme betekent. En dus ook het einde van de DDR kan betekenen. Er wordt dus van alles in gang gezet door die hervormingen van Gorbachev en ook de DDR zal daar van alles van gaan merken. En dat zullen we in de volgende video ook gaan zien.